Welkom bij deze derde sessie. Mijn naam is Rudy Spitsers. Ik ben van de firma Opatel in Rotterdam en Utrecht. En in deze derde sessie gaan we wat dieper in op wat verbeteringen in de slideshow en de printmodule. Ik ga even een paar foto's daarvoor verzamelen. Ik klik hier op de slideshow en ik kan hier een slideshow mee gaan bouwen. Nou, er zijn een paar kleine dingen in veranderd. Het gaat met name voor bij het presenteergedeelte. Bij de vorige versies was het zo dat je bij het gebruik maken van muziek, dat die muziek alleen werd afgespeeld in Lightroom. Maakte je er een PDF van, dan kwam die muziek zelf niet mee. Nou, daar zijn wat dingetjes in veranderd. Ten eerste, Apple-gebruikers zijn nu niet meer afhankelijk van iTunes. Je kunt nu gewoon een muziekfile downloaden of gebruiken. Natuurlijk moet je wel rekening houden met de licentierechten daarvan. En het resultaat van de slideshow kan nu als een video geëxporteerd worden. En hier vind je een aantal bekende video presets. Het aardige ervan is, als je niet weet welke je moet hebben, je kiest er gewoon één. En hier onderin wordt dan verteld waar deze instelling het meest voor geschikt is. En zo kun je dus toch die muziek in een presentatie houden. Dat zijn een paar kleine verbeteringen in de slideshow. Interessanter wordt het eigenlijk in de printmodule, als we daar naartoe gaan. Dan kunnen we nu de printmodule wat beter gebruiken. Als eerste hebben we hier de bekende picture package en de context sheets die we altijd al hadden. Maar nieuw is hier nu de custom package. En met deze optie, als ik hem even activeer, kan ik nu volledig zelf mijn pagina gaan indelen. En dat gaat heel eenvoudig. Je pakt gewoon een foto, je sleept hem er naartoe en hij staat erin. Je kan hem gewoon op je gemak op maat maken. Je kan hem overal neerzetten waar jij hem hebben wilt. Je kan een foto erbij zetten en zo kun je je eigen layout bouwen en vervolgens op elke maat toepassen die je wilt. Je kunt ook een standaard instelling gebruiken. We hebben hier een aantal standaard maten staan, daar kun je een keuze uit maken. Ik pak even deze eruit en die wordt dan toegevoegd. Je ziet dat is natuurlijk een vrij groot en zo gauw Lightroom ziet van hé, die past niet meer op deze pagina, dan wordt die gewoon op een aparte pagina gezet. Ik kan echter deze weer wat kleiner maken, gewoon naar die andere pagina slepen. En dan heb ik deze eigenlijk niet meer nodig. En ik kan op mijn gemak hier dat weer aan gaan passen. Ik kan meerdere van deze kaders maken. En ik kan natuurlijk twee keer daar naartoe gaan. Maar een heel handig trucje is even je alt-toets ingedrukt te houden en deze gewoon ernaast te slepen. En ik heb nu een aantal kaders. Hoe krijg ik daar nu een foto in? Simpelweg, je pakt een foto op en je sleept hem hier naartoe. En hij wordt aangepast. Je ziet dat het kader zich aanpast. Dat is niet wat ik wil, dus ik herstel het even. De reden waarom hij dat zelf aanpast, is omdat ik hier Lock to Photo Aspect Ratio heb aangevinkt. Haal ik dit vinkje weg, dan kan ik gewoon in die kaders een foto plaatsen. En dan blijft het dus alleen in die kader staan. Ik kan gewoon daar nog in slepen. Als ik mijn Control-toets op de PC of op de Mac de Apple-toets indruk, dan kan ik ook nog daar mijn eigen uitsneden in bepalen. Laat ik foto's overlappen. Stel dat ik een bepaalde foto als achtergrond wil gebruiken, dan kan ik die gewoon op mijn gemak even vergroten. Klik met de rechtermuisknop of op de Mac met de Control-toets en ik kan Send to Back kiezen. En hij wordt als achtergrond gebruikt hier in deze pagina. Je kunt, zoals je ziet, kun je er allerlei dingen mee doen, maar je maakt nu volledig je eigen pagina's. Wil je een foto kwijt, gewoon de backspace indrukken en hij is verdwenen. Dus dit is al heel erg handig. Je kan dus veel makkelijker nu je eigen pagina's doen. En het is ook veel makkelijker nu om een foto trouwens twee keer te plaatsen. Je sleept er gewoon er nog eentje bij. Dus ook dat is een hele slimme verbetering. Dan hebben we hier ook nog de mogelijkheid om de kleur van het papier te veranderen. Als ik hier op dit symbooltje klik, dan kan ik zeggen ik wil bijvoorbeeld een zwarte achtergrond. Nou, hoor je natuurlijk altijd van ja, maar dat gaat me wel heel veel inkosten. Vergeet niet, een hele hoop mensen printen niet naar een printer, maar bewaren zoiets als dit in een JPEG. En dan maakt het natuurlijk niet meer uit welke kleur je gebruikt. Dus dat gebruikt men helemaal niet om te printen, maar meer om een soort contactblad voor zichzelf te bouwen. Dus dat is ook een verbetering, dat je nu je paginakleur kunt aanpassen. Alle instellingen die je natuurlijk maakt, zijn weer als een preset te bewaren. Maar dat lijkt me vrij logisch. Dan hebben we ook nog een mogelijkheid om met watermerken te werken. Als we nu hier naar kijken, dan hebben we hier
mogelijkheid om met allerlei overlays te werken. Pak hier de page en dan hebben we hier watermarking. Die staat bij het onderdeel page. Klik ik die aan, dan kan ik hier een keuze maken. Ik kan hiervoor edit watermarks kiezen. En vervolgens kan ik zelf een watermerk intypen. Bijvoorbeeld een tekstwatermerk. En ik typ hierin bijvoorbeeld copyright. Naam erbij. En ik kan het daaraan plaatsen. Je ziet dat je de opacity kan instellen. Je kan de kleur instellen. Stel dat je hem liever wat lichter wil maken. Ik zal hem even overdrijven. Is het beter zichtbaar. En ik kan hem overal neerzetten waar ik hem hebben wil. Dit is een tekstwatermerk, maar je kunt ook een nieuw imagewatermerk maken. En dat betekent dus dat je je eigen logo bijvoorbeeld erin kan zetten. En het logo, het enige voorwaarde is dat het een PNG-bestand is. En een pixelbestand dus. En dat je dat op een plek kunt vinden waar je makkelijk bij kan. Dus op allerlei manieren kan ik mijn watermerken nu toevoegen aan mijn foto's. Dat is ook een hele mooie verbetering. Een mogelijkheid om uit te lijnen, lettertypes te kiezen. Noem het maar op, daar zijn allerlei opties nu mogelijk. Dat hebben we niet alleen nu in de printmodule. Ik noem dat even eigen naam. Klik op Create. Je ziet alle foto's krijgen automatisch deze functie. Maar deze optie watermerk komt ook in de slideshow in de webmodule van pas. Nou, dat zijn even een paar verbeteringen die we dus in de printmodule en de slideshow aantreffen. In de eerste sessies heb ik al laten zien hoe de importmodule is verbeterd. En in de tweede sessie hebben we de developmodule bekeken. Dus als u daar belangstelling voor heeft, zou ik zeggen, start die sessies ook nog even op. Dit was het even voor nu. U kunt meer informatie terugvinden op onze website. En die website heet www.opentel.nl/hetontwerpnu.nl. We plaatsen daar meer tips en tricks in, ook over andere applicaties. En ik hoop dat u daar regelmatig zult vertoeven om wat meer sessies te bekijken. Mijn naam is Rudy Spitsers en ik dank u voor uw aandacht.